Hallo en welkom bij Pretparkwereld. Oh, we hebben er twee bij, zie je? Twee bij? Ja, wie is dit nou weer? We hebben Cyril en we hebben Kobe. Die ken je wel van de moviepark. Maar dit stukje duurt al veel te lang. We zijn in Bobby Island voor Halloween voor de vierde vlog, is het toch? Ja, de vierde vlog. Vierde, ja, ik hou het zelf al niet meer bij. Maar ik schrok al meteen toen we naar de ingang hingen. En maar dat hoor je zo meteen na de intro. Ja, ik schrok toen ik hier naar binnen liep. Ik dacht dat we in één keer bij de McDonald's waren. Ik was ja, jij hebt dat nog niet gehoord. Ja, ons pretparkwereldlogo is natuurlijk wel veel mooier, maar... Kijk eens, ik zie het al meteen. Maar ze dachten gewoon, ons pretparkwereldkleuren die zijn zo mooi. Laten we die eens toepassen tot de park. Dus ik voel me eigenlijk wel een beetje vereerd. Ja, maar klopt. Maar als wij het zouden doen, net zoals Bobby Island, dan krijg je dit. Dat wil toch niemand? Wat krijgen we dan? Ja, dan krijg je het pretparkwereld McDonald's Bobby Island logo. Oh, oké, okay, ja. Ik moet het even een beetje visualiseren, want jullie zien het, maar ik zie het niet. Maar laten we even in een shopje kijken, want het park is namelijk nog niet geopend. Maar, Herman, dit is toch gewoon de werkkleding van de McDonald's, zo'n pasje. Kijk, dit is dan mooi. En die zijn ook nog goedkoper. Dit is gewoon een topdeal. Zullen we die kopen? Hoppatee. Nee, die heb ik al. Die had ik de vorige keer vorig jaar al gekocht. Ja. Oh, dit... Ja. Nou, zo erg camouflage is het niet meer. Mensen zien dan meteen die onzin. Ze schrikken meteen van die Bobby Island. Ja. Schrik wel meteen af. Ja. Maar ja, dat kan ook met een schietpistool. Die gelukkig geen Bobby Island logo heeft. Nou, dat is fijn. Dus dat scheelt. En oh, dit is wel dan weer heel leuk. Het enige goede aan het nieuwe logo is dat ze wel nieuwe pins hebben uitgebracht dit jaar. Ja, behalve de pin van de nieuwe logo. Ja, als we die even vergeten, even kijken. Ik had de vorige keer die gekocht. Terra Magma, hoppatee. Maar er zijn heel veel nieuwe Weet pins. Weet je, ik zie nu pas iets leuks. Nou, wat zie je? Kijk, Erwin, SpongeBob. Ben jij nog steeds niet klaar van Movie Park? Dit is gewoon fantastisch, neem ze allemaal. Nee. Neem ze allemaal mee. Erwin. Zo, naar de kassa. We zijn in Bobby Island, niet in Movie Park. Ja, maar die zijn toch leuk? Nou, doe maar niet. Oké. Okay. Denk dat jouw bankrekening dat niet zo leuk vindt. Wat is dit? Wat, is dit het logo van Therma Magma? Ja. Meen je dit? Nou, daar hebben ze dus leuke schaaltjes met het, het fantastische logo. En ze hebben zelfs kak zit tussen het nieuwe logo. Snap je? Kak tussen het nieuwe logo. Nee, niet grappig. Ik vind het logo ook helemaal niet grappig, nee. Wie dat heeft bedacht, ik denk dat het een kind van 3 is op de kleuterschool. Dus wij gaan in deze video gaan we alles wat het oude Bobby Island logo is, gaan vervangen door het... Wat alles wat het nieuwe logo is, bedoel ik. Gaan we vervangen door het oude logo. Speciaal voor jullie. Nou, ik weet zeker dat jij deze video gaat editen. Ik ga deze niet editen. Dat kost me zoveel moeite. Ik doe mijn best om alles naar het oude Bobby Island terug te filmen. Dus als er ergens een Bobby Island logo is, ga ik proberen. Ja, kan niet overal, want overal hebben ze dat lelijk logo geplaatst. Moet ik trouwens niet hardop zeggen, want er staan allemaal medewerkers me aan te kijken. Echt serieus, wie heeft dit bedacht, dit logo? Maar nu gaan we naar de eerste keer dat ik in Therma Magma ga. Als het... Moet je wel eerst goed uitspreken, Erwin. Ja, dat gaan we dit in de bloemers laten of gaat het gewoon in de video? Het heet Therma Magma. Ja, dat... Zeg het eens, Erwin. Therma Magma. Goed zo, gefeliciteerd. Maar, als het net zo is als logo, dan kan ik net zo goed nu gewoon meteen naar de uitgang gaan. Maar we zullen zien. Wij gaan dus het vervangen, het logo, en ik heb het speciaal al ingeëdit, want kijk hier. Hier heb ik het logo al ingeëdit. Zie je, dit ziet er toch veel beter uit voor de video? Ja, maar Erwin, dat kost toch veel moeite om het elke keer te editen. Nee, neem gewoon mee, gewoon heel wat goed idee. Zo, ziet iedereen met het oude logo. Zo, loop zo door het park. Nou, doe maar niet, ik denk niet dat ze het zo leuk vinden hier. Krijg je hem nog wel terug? Ja, zeker. Maar dat...
heeft heel mijn dag weer goed gemaakt. Kijk hier, hier is. En hij heeft het nu al overleefd, maar hoe komt dat? Ja. Hoe heb je het nu al overleefd? Je bent er nog niet in geweest. Wie zegt er dan? Ik ben heel stiekem misschien een andere keer al gekomen. Oei, dus we hebben niet jouw eerste mening. Oei. Bij sommigen gesproken is het niet. Maar we zullen het zien. Ja, ja. Ja. Nou, zullen we nu eindelijk het park in gaan? Maar trouwens, ik zit nog steeds te kijken. Het is nog steeds dicht. Nou, maar we gaan alvast die kant op. En onze tip, of ja, vooral niet luisteren, want anders wordt het veel te druk, is ga naar links en niet rechtdoor, want rechtdoor gaat iedereen. Kijk, we zullen even meelopen. Kijk, loopt u maar met ons mee. Chips, mijn sportsbokkruffels vergeten. Oh, yeah, yeah. Ja. Nou, we hebben ook nog eens de mascottes in beeld. Zo. Met gelukkig niet een nieuwe logo erop. En deze kant is trouwens al geopend. Iedereen staat daar te wachten voor een hek, daar nog steeds dicht is. En deze kant is al geopend. Ja, echt. Ja, goede operations hier. Ja, dus 681 stip. Ik ga deze kant op. Ja, ja, ik zeg het al, ik doe dit al jaren. En nu is het ook mijn tip, maar als maar niet te veel mensen dit doen. Als deze video dadelijk 100.000 keer bekeken wordt en in één keer 100.000 mensen deze kant. Oh ja, logo even afdekken. En hier hebben we een nieuwe souvenirmuur, maar... Oh nee, daar stond ook een logo op. Die heb je niet gezien. Nee. Maar eens even kijken waar we als eerste naartoe gaan. Ik denk naar Terra Magma, dus ja, laten we gaan. Ja, dat is een goed idee. Ja, we zien hier trouwens toevallig Yummy op de achtergrond. Die gaan we niet doen, maar die heb ik al wel een keertje gedaan. Ja, was een leuke spookhuis. Maar niet de moed. Nee. Was leuk. Was leuk, ja. Maar er zijn wat spookhuizen welke we dit jaar wel moeten doen. Ja, en ik zal alvast verklappen welke dat zijn. We gaan... ja, ik ga het even aan de Ticketmaster vragen. Aan Kobe, jij weet het vast wel. We gaan eerst naar Corp Pest Control. Daarna doen we Alice in Horrorland. Dan daarna Monastery. En we eindigen met... Wrecked. Yes. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar Wrecked. Want ik vond vorig jaar... misschien komt hier nu een kleine throwback naar die van vorig jaar, onze vlog. Nou, we komen net uit... Alice in Horrorland en wat is dit toch echt een fantastisch spookhuis. Ja, en hij is gewoon hier in Ukiland is hij gewoon gebouwd. Hier ja, dit in het kindergebied. Ik ga niet al te veel verklappen, maar hier had je een soort van doolhofje in het kindergebied. En daar speelt een groot deel van dit spookhuis zich af. Dus het is wel echt heel erg vet. Dus eigenlijk ga je gewoon door een kinderspeeltoestellen heen. Dat is wel heel grappig gedaan. Ja, ik vond Alice in Horrorland en Monastery echt geweldig. Ik ben bij de Monastery een keer geschrokken. Gebeurt niet vaak bij mij. Nee, ik ben bij Alice in Horrorland ook wel geschrokken. Ook al had niemand dat in de gaten. Ik heb daar ook wel geschrokken. Dus dat is ook wel leuk. Ja, helaas mogen we in de spookhuis niet filmen. Dat vind ik toch zo jammer. Maar we gaan nu naar Terra Magma. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Daar gaan we dan naartoe. Ik heb mijn mening al een keertje hierover gegeven. Alleen nog niet in een vlog. Maar wel in een TikTok en een pretpark nieuws. En Erwin die is heel erg afgeleid. Ja, want hij wil natuurlijk in de Wrecked, maar daar gaan we pas vanavond in. Nee, ik ben nu al aan het kijken. Op dit ogenblik ben ik naar Terra Magma aan het kijken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het tot nu toe best wel goed eruit vind zien. Dit ziet er ook toch al goed uit. Ja, ik moet natuurlijk mijn mening geven. Ik geef mijn mening. Ik vind het er... ik wil niet zeggen misschien beter, maar ik vind het wel net zo goed eruit zien. Dus laten we snel naar binnen gaan en dan... kan kijken of mijn mening zo door blijft gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, mijn mening weten jullie misschien al. En anders ga ik hem straks... Ga eens even naar de poort toe. Kom. Nee, echt. Ik kan gewoon geen zin afmaken. En we moeten alweer onderbreken. Ja. Wat moet ik filmen? Ja, wacht, je ziet weer het zo, logo. Moeten we 100 keer weer dat nieuwe logo erin zetten? Nee, dat nieuwe logo bedoel ik niet. Die blur ik even. Nee, niet. Ik blur die logo. Oh, blur. Zo. Ja, een beetje... Nee, dat logo... Ja. Ja. Maar, hier kijk. Oh, die wacht bij je. Wij gaan dus nu naar Terra Magma. En alles is verder gesloten. Dus het is echt het perfecte ding. Want ja. Iedereen staat er ook links toch steeds bij. Ja, want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar wij gaan er alvast in. Oh, dit ziet er trouwens ook best wel goed uit. Ja, dit stuk ziet er inderdaad mooi uit. Daar, laten we het daarop houden. Rip het bordje trouwens.
Ik vind het niet verkeerd eruit zien, nog steeds niet. Ik vind het er best wel mooier uitzien dan eerst. Ja. Het is in ieder geval wel mooi dat het niet alleen maar meer een loods is. Maar ik vind het er al beter uitzien. Maar als ik toch moet nitpikken, dan zie ik toch wel dat dit dan weer heel mooi is afgewerkt. En dan hierboven is het weer een sticker. Is een beetje vreemd. Ik vind het er altijd beter uitzien hoe het eerst was. Want eerst was het gewoon een en al stickerloods. En nu vind ik het een mooie stickerloods. Ik vond het bovenste stuk eerst wel een stuk mooier, want nu is het het doek en eerst was het een eigenlijk best wel lelijk, maar toch iconisch geschilderde loods. Ja, ik vind het wel een mooi uitzien, mijn mening. Ja, meningen verschillen. Ja. Maar daarvoor maken wij pretparkwereld, toch? Het is niet leuk als één iemand een mening heeft en de andere weer hetzelfde. Iedereen mag zijn mening accepteren. Ze hebben nou mooiere vlinders opgehangen, deze zijn beter. Die oude waren echt bloedlelijk. Ik haat dit! Nou, we zijn in ieder geval allemaal nat geworden, dat zie ik al. Vooral komen. Zo, dat was Terra Magma. Zoals ik al bij de ingang zei, wat een vreselijk logo heeft Wobbejaarland. En hebben ze deze attractie erbij op toegevoegd. En dat is echt super fantastisch. Ik vind hem eerlijk wel beter als Indiana River. En daar heb ik wel een paar punten voor waarom ik hem beter vind als Indiana River. Nou, Indiana River was natuurlijk een attractie welke al best wel oud was. Dus het liep allemaal niet meer zo soepeltjes, alle lichteffecten, alle effecten deden niet meer. Als Indiana River gewoon via de oude effecten nog was, was denk ik Indiana River wel beter. Maar wat hij vorig jaar in staat was,
vind ik Thermo Magma nu toch mooier. Het enigste minpuntje vind ik dat je het, het loods ziet. Maar dat zie je best wel bij veel meer dark rides, zie je vaak ook wel weer de loods. Dat is ook wel bij meer parken. Daar let je natuurlijk op als je pretpark van bent. Maar als je gewoon naar de scènes toe kijkt, ik vind de scènes er best wel goed uitzien. Ik vind het fijner dat het niet meer een donker hol is, wat het eigenlijk eerst was. Dat vond ik bij Indiana River eigenlijk het minder leuk. Je zag bijna niks en je hebt hier wel meer decors en meer licht, waardoor het wel meer beleving is dan een donker hol waar je doorheen gaat. Maakt het wel spannend, zo'n donker hol. Maar ik ben hier wel echt best wel tevreden over. Ja, kijk, vooral het probleem een beetje was van... Jij hebt natuurlijk wat mindere verwachtingen dan ik had. Veel te hoge verwachtingen, want die concept artists die waren heel erg mooi. Die ze hadden gedeeld. Dus ik dacht toen al, ze gaan het niet kunnen waarmaken. Maar ze zouden het eigenlijk anders ook niet moeten delen als ze het wel, als ze het niet dachten waar te kunnen maken. En daarom was ik een beetje teleurgesteld de eerste keer. Vooral toen ik de eerste lift heel opging. Toen waren er vlinders en die zagen eruit alsof ze van Kinderland konden zijn. Nu hebben ze die toevallig aangepast en nu lijkt het wel weer op echte vlinders. Dus ze zijn zeker naar de kritiekpunten aan het kijken. Ik weet niet of ze het hebben gedaan nadat ze mijn video zagen. Maar het is wel specifiek dat wat ze hebben aangepast. Voor de rest vind ik wel... Ik vind het wel zeker sfeer hebben. De scènes die zijn best wel mooi. Alleen je ziet inderdaad de loods, dat is iets wat ik zelf niet kan handelen. Dat is iets waar ze wel zeker naar kunnen kijken voor volgend jaar als ze straks toch dicht zijn. Om in ieder geval de verlichting wat lager te houden. En dat je in ieder geval de loods niet meer kan zien. Nou, ik denk dat het al veel helpt als je bijvoorbeeld boven de dingen gewoon een zwart doek hangt. Want je ziet bijvoorbeeld wel de andere scènes inderdaad, de lifthill. Maar dat komt natuurlijk omdat eerst waren het gewoon donkere kleine hokjes. En nu zijn het wat grotere hokjes. Ja, wat er natuurlijk nooit is op bedacht ook zo. Dus ze hebben van een bestaande attractie, hebben ze dit gemaakt. En dat moet je natuurlijk ook niet vergeten. Verder was mijn heel erg laag, omdat er best wel wat negatieve reacties op kwamen. En omdat ik ook niet meer kijk naar concept arts. Ik zie al concept arts op pretparken. Eigenlijk kijk ik er niet meer naar, want daar staat alles eigenlijk te mooi op. Dat merk je bij bijna alle pretparken. Vaak bij Toverland heb ik het juist tegenovergesteld. Dat in Toverland juist vaak de concept art al mooi uitziet. Maar in het echt nog 10 keer beter wordt. Dus daar kijk ik dan wel. Maar hier in Bobbejaanland, maar ook in de Efteling. Daar kijk ik niet naar de concept art. Omdat het is gewoon een fantasie. Het is zo mooi getekend. Dat ze er net niet kunnen aantippen aan je verwachting. Ik denk voor Bobbejaanland is het zeker een goede attractie. Indiana River zou ook nog steeds bij het park passen. Maar die was nou eenmaal op. Dat is jammer dat het moest veranderen. Maar ik vind het er wel mooi uitzien qua decor. Ja, er zit inderdaad verschil in de thematisering. Maar als je van ver af kijkt, dan merk je dat niet. En ik vind met dit licht valt de loods nog wel minder op. Dat scheelt ook. Ik vind wat Bobbejaanland heeft met Thermo Magma best wel een leuk thema. Want je komt het ook weer terug bij de tyfoon en zo. Dus natuurlijk vuur, lucht... Wim. Maar dat is het thema daar, dat is niet het thema. Nee, en hier heb je het stormen. En ik vind het best wel een mooi thema. Alleen wat ik wel heel erg jammer vind, en dat merk ik bij andere parken, dat is niet alleen Bobbejaanland zelf, maar gewoon van veel pretparken, is dat ze eigenlijk gewoon puur een verhaal toevoegen, omdat je een verhaal tegenwoordig moet toevoegen. Want ik heb het idee dat, voor mij is het in ieder geval niet bekend wat het verhaal moet zijn van de attractie. Ik weet niet of het van jou duidelijk is gemaakt, maar voor mij niet. Terwijl ze een heel gebiedje hebben gemaakt waar een heel verhaal in is. Ik denk dat het over stormen gaat en over rampen eigenlijk. Ja, dat is meer een thema, maar er zit ook een heel verhaal achter. Alleen niemand begrijpt hem. Ik denk, dat is ook hetzelfde eigenlijk een beetje met Land of Legends. Of vind ik het daar wat beter gedaan, omdat het natuurlijk heel simpel is. De vier elementen. Maar daar zit ook een heel verhaal achter. En dan moet je ook het boek voor lezen. Maar dat soort problemen heb ik wel vaker. Ook met Ravelijn. Ik vind die show wat minder. Die kan je alleen begrijpen als je die hele verhaal kent. Maar dat is ook niet duidelijk. Maar dat is een probleem van meer pretparken. Dat is niet alleen Bobbejaanland. Maar ik denk voor Bobbejaanland is het zeker een goede stap in de goede richting. En ik vind dat ze zeker zoiets mogen doorzetten naar andere attracties. Verder vind ik het ook wel slim dat ze tegenwoordig die bochtjes hebben geplaatst met minuten. Dat ze tijdelijk, dat je ook bij de ingang ziet hoe lang het wachten is. Vind ik ook een goede toevoeging vanuit Bobbejaanland. Ja, dit zijn eigenlijk wel de meeste nieuwe punten hier in Bobbejaanland. Dus we gaan zo meteen eigenlijk door naar Halloween. Waar dat jullie voorkomen. Maar mocht er nog ergens updates komen, komen die in de video tussendoor nog. Dus laten we naar onze eerste spookhuis gaan. Zo. Hallo. Hallo. Jullie
Oh, zijn we te laat? Ja, zijn te laat. Oh, jullie hebben thee gezet. Willen jullie thee? Ja, we willen graag thee drinken. Doe maken. Ja, maar zeker. Ja. Maar wel snel, want jullie zijn te laat. Kom, oh, kom, ja, kom. We moeten er even snel naar binnen. Ja, zitten. Welkom. Yes! Zitten wij gaan zitten hier? Ja. Even kijken waar we zullen wij gaan zitten. Stel, ga ook door, we hebben staanplaatsen. Ja. Wat een gek. Maar het is een filmpje, hè? Ja, het is een filmpje. Zal ik het overnemen? Is ja, is goed. Voilà, ja, kijk. Wel snel, hè, want ik heb geen tijd. Veel te laat. Te laat. We zullen een zoom in doen op de bloedtee. Ja. Zit wel een beetje raad te brengen, wie daar? Ja, wat is het recept? Vertel het ons. Het is bloedvers geperst deze morgen, zo, met tandjes. En dan heb ik daar een beetje gedaan, ik heb er gedaan voor af te kruiden. Dus als je het zelf wil maken, doen. Maar heel snel, hè. Ja, vind ik een goed idee. Doei. Komt dat je lekker van. Ik zal van jullie wel een foto maken. Tot de volgende keer, hè. Ja, anders komt het maar uit. Nee, we gaan nu naar Alice in Horrorland. Ik vond die vorig jaar zo geweldig. En dit jaar zal die natuurlijk ook weer geweldig zijn. En je hebt hier een Belg staan. En wat zien jullie altijd in België met K3? Alice in Horrorland. Nee, van Alice, Alice, Alice in Horrorland. Kom eens, hier is Alice in Horrorland. Dat is echt iets Belgisch, hè? Ja, ja. En nu gaan we naar Frans, gaan we naar Merci toe, de chocolade. Hoe zeg je Alice in Horrorland? In het Frans. Alice... Ja, dat is sowieso. Ja, Alice au pays de l'horreur. Laat maar erin gaan. Ja, soms heb je van die domme ideeën en soms heb je nog dommere ideeën. Want wij dachten, we hebben zat levens over. Dus laten we het nu gewoon met z'n vieren gaan gebruiken. Dus we moeten allemaal eens eventjes spinnetjes gaan geven. Dat is ook vooral voor de editor heel erg leuk om vier keer nu de spinnetjes te doen. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik vond het een hele leuke spookhuis. Ik vind het vooral leuk dat ze elk jaar ook weer wat vernieuwen. Daarom geef ik deze 4,5 spin. Ik vind hem wel leuk. Ja, en ik vind het nog steeds echt fantastisch. Ik vond het de vorige keer al leuk dat het ook elke keer net een klein beetje anders is. Ook al, ik heb elke keer nog wel geen Alice gezien. Maar toch, ik vind hem wel echt heel vet. Qua decor, qua acteurs vind ik hem geweldig. Ik weet eigenlijk niet, Kopen, weet je toevallig of ze hem ook wel eens in het Engels doen? Of niet? Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, ik vind het wel echt geweldig. Dus ik geef hem ook 4,5 spin. Dan gaan we naar Cyril. Je mag het in het Frans doen, hè? Dan doet de editor wel ondertiteling. Ik ga dat niet doen. Ik geef voor mij 3,5 spinnetjes. Ik geef het 4 spinnetjes. 4 spinnetjes? Ja. En wat vond je van mijn schrikreactie? Hoeveel spinnetjes geef je die? Ook 4. Ook 4. Oké. Er moet iets meer werk aan de winkel, dus. Ja. Het komt goed. Nou, dit was Alice in Horrorland. En nu gaan we door naar de volgende en dat is Corp. Oh, Pest Control. Ik dacht dat het SpongeBob in Horrorland was. Waarom hebben ze daar nooit iets van? Omdat jij al eng genoeg bent. Doei! Oké, laten we gaan naar Corp. Ah! Erwin, kijk eens. Je mag je dus met z'n drieën naast elkaar. Ja, we hebben ons met z'n drieën verzameld. Ja, en wij gaan met z'n drieën naast elkaar. Ik vraag me wel één ding af. Is het slim om aan een Belg mijn telefoon te geven? Ik weet het niet. En die zijn er niet zo slim mee. Ja, je moet wel even uitleggen hoe je moet filmen. Ze noemen namelijk een telefoon een gsm. Hoi. Dan denk ik dat je op verkeerde knopje drukt. Weet iedereen wat een gsm is? Laat het even weten in de reactie. Je wil echt de reacties haken ofzo. Ja, en allemaal even abonneren, want ja. Goed idee. Bijna naar de 1000. En volg ons ook op TikTok. Pretpark_wereld. Maar YouTube is veel beter. Ja, ik haat eigenlijk TikTok. Ik eigenlijk ook, maar om een of andere reden, als ik iets op TikTok plaats, dan wordt het heel veel meer bekeken. Nou, ik vind het leuk om TikTok filmpjes te maken, want ik doe het ook wel met meerdere dingen. Ja, maar ik gebruik het zelf niet. Maar ik kijk het zelf niet, want ik vind het verschrikkelijk. Want als je dan hebt gescrollt, dan denk je echt wel, wat heb ik nu in de tussentijd allemaal gedaan? Ja. En misschien vinden mensen het fantastisch. Nou, iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ja, als jij het leuk vindt, dan heb je een extra kanaal om te volgen. Pretpark Wereld. Tuur.
Laten we erin gaan, want ik word hier een beetje gek van. Van jou vooral. Ja. Yes. Ik weet niet of dit zo slim is. Ik denk dat we enorm veel pijn gaan hebben. Maar het mag. Dus we moeten het zeker een keertje uit hebben getest voor de video. Helemaal eerst. Gaan wij eerst? Denk ik veilig voor. Nee, veilig. Zie je heel. Jij mag eerst. Wie gaat er als eerste die heeft het meest pijn? Lopen, ja. Nee, ik ga naar buiten. Het klinkt als het domst die weer. Waarom doen we dit? Kijk. 2 hours later. 6 hours later. Oh, we gaan al. Nou, laten we gaan. Dit stond niet in het contract dat we ook nog achteruit gingen. Je hebt slimme ideeën en je hebt domme ideeën. En dit is... Een heel dom idee, echt. Het was echt totaal niet mijn idee, hoor. Nee, nee. Het was Cyril. Of nee, nee. Kopen. Het ja, was Roger. Sam zijn idee. Sam zijn idee. Ja. Sam had het over in Toverland. Nooit meer. Ga je nooit met z'n drieën in één karretje. Ja, grote tip. Want ik ga het anders echt niet meer overleven als ik dit nog eens doe. En nu gaan we in... Korp. Pestcontrol. Wat pesterig zijn ze hier in België, zeg. Ja, dan moeten we wel even kopen pesten. Kopen pesten. Nee, we hebben te veel kopen al gepest. We moeten Cyril eens pesten. Nee, daar is Cyril veel te lief voor. Belgen zijn niet lief. Nee, blijkbaar niet. Trouwens, ik ga eigenlijk allemaal kijkers boos worden. Alleen hij is niet lief. Jullie allemaal wel. Dit is de enige Belg welke we gaan pesten in Kool. Trouwens, pesten is niet oké. Okay. Niet doen. Nou, dat was Korp. Wat vond je ervan, Nick? Nou, ik vond hem wel een hele vette, hoor. Sowieso krijg je ten eerste zo'n pre-showtje een beetje. En ik vind het wel grappig. Zo'n die man die heel lang in je ogen kan aanstaren. Ja, dus ik vond hem ook inderdaad heel erg leuk. Ik geef hem 4 spinnetjes. En dan gaan we door naar... Ik was nog niet klaar. Oh ja, jij was nog niet klaar. En anders gaan we door naar Cyril. Wat vond jij ervan? Ja, van harte. Ik had de windkart jam, dus ik krijg van 3 spinnetjes. Ja. En dan gaan we door naar Kobe. Ja, ik vond goede acteurs en zo, dus ik geef het 4,5 spinnetjes. Oh, dat werkt. Dat geef ik 1 spinnetje. Dat is 1 spinnetje. Maar nee. Nick, wat vind jij ervan? Ik geef hem 3,5 spin. En dat is mijn enige mening. Sorry. Nou, oké. Heel raar. Laten we snel doorgaan. Dat is een stand. Nee, zeker. Ik heb niet smaken.
Ik wist niet dat varkens hier rondliepen. Slaughterhouse. Oh wacht, verkeerde park. Ja, dit is een slachterhuis in Toverland. De Fiesta Lof Meertof. Of zoals ze in de Toverland omroep bij de parade zeggen, Vista de los Mortos. Ja. Maar grappig gebiedje. Maar ja, dit hebben we vorig jaar ook al behandeld. En nu, het rijdt er. Maar, Erwin, ja? Ik herken deze muziek ergens van. Toverland? Toevallig wel, ja. Ze draaien gewoon dezelfde muziek als dat ze ook bij Toverland draaien. Alleen dan met tekst. Ja, maar dat komt omdat dit gewoon de Spotify versie is. Toverland heeft een speciale versie. Ze hebben het gewoon de playlist gepakt van Spotify van Toverland en die hebben ze waarschijnlijk hier gekregen. Ja, leuk verhaal. Maar wij gaan weer door naar Corp. Of we gaan ergens anders naartoe, ligt aan de edit. Ja, nou, dan zijn we hier bij het hutje. Het staat nog wel boven het oude logo. Maar hieronder, kijk hoe mooi. Het oude logo. Dus kom, laten we zulke foto's gaan maken. Superleuk. Kijk, daaronder staat ook nog een oude... Oh. 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 Ze hebben hem wel aangepakt. Hé, hey, er staat hier dat je vanaf 3 euro een foto kan maken. Zullen we eens even kijken? 5 euro. Nou, technisch gezien 15 voor 5 foto's. Dan is het technisch gezien waar, maar het is dan wel echt keihard gelogen. We moeten hier op zijn minst even een sterretje neerzetten, want vanaf 3 euro kan je geen foto krijgen. Nee, vanaf 5 euro kan je 1 foto krijgen. Als je er 5 koopt, dan kan je ze voor 3 euro per stuk krijgen, inderdaad. Dat is hele vervelende marketing. Ja. Yes, dat was Monastery. En we gaan eens even kijken naar onze meningen. Nou, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik geef hem 5 spinnetjes. Ik verschiet bijna nergens van. En ik ben nou keihard verschrokken van een van die nonnen. En ja, ik vind het sowieso best wel een sfeermakend huis. Men, je zit altijd een beetje te kijken. Wie zijn er echt? Wie is de pop? En ik dacht dat ik het wist en toen had ik het toch fout en toen schrok ik me keihard rot. Ja, doe, je bent overleden, dat is heel erg jammer. Cyril, wat vond jij ervan? Ik ben ook overleden. Ja, weet je netjes. De Fransman is ook overleden. Ik ja, en zo te zien is die Belg ook overleden, nee. Nee, ik geef hem net 4,5 spannetjes. Hij is wel meer geschrokken als ons, ja. Maar Belgen die hebben gewoon wat slechtere helle humor of zo. Waardoor is hier 4,5 spinnetje. Je had hem moeten zien in het spookhuis. Ja, je hebt geluk dat we geen bewijs hebben. Maar hij schrok zich kapot. Maar 4,5 spin. Veel wel mee hoor. Nou, de Belg leeft nog. Want jij, Bobby Jaarland, België. Maar ik ben ook helaas overleden. Ik geef hem ook helaas 5 spinnetjes. Dus zijn overleden. Dus dankzij de Belg. Ja, ja, de Belg leeft nog. We zijn dit keer 3 levens verloren. Dankzij een Fransman. Dankzij een Fransman. Maar ach, wat is dit? Ja. Die is er niet meer hoor. Die nee, is die is overleden. En we gaan nu verder kijken naar de vlog met een Belg. Zeg eens even hallo, welkom bij Pretparkwereld. Is het Belgisch? Hallo, welkom bij Pretparkwereld. Moet je naar mijn vrienden zoeken. Met de lachende pompoenen, want wij houden hier niet echt van zo'n enge dingetje. Als dat juist is, op het einde krijg je een verrassing. Goed? Oké. Welkom. Oh nee, het is nu al eng. Ik vind deze nu al enger. Ik denk dat ik hier mijn leven ga verliezen hoor. 5 spinnetjes. 1. Waar is de... Ik zie al 1 spin. We gaan de spinnen tellen, Evan. De pompoen tellen. Oh, moesten we de pompoenen, ja, tellen? Ja. Oh, dan moeten we weer even terug. Eén. Twee. Drie. Een 4 en een spin, dus dat is 2 spinnen, 4 pompoenen. 3 spinnen. Hadden we die nou al gehad of niet?
Nee, Fiep, gaan we echt die pompoenen tellen? Maar ik wil niet even zeggen, waarom hebben ze überhaupt een pompoen vast? Weet ik veel. Oké, okay, maar even wachten. We hebben hier onze productie. Ja? Jij bent het antwoord. Wat is het antwoord? 12. Wat? Weet je dat 100% zeker? Nee. We zullen zien. We gaan voor 12. Maar als je het gewoon de eerste keer goed hebt, dan kan je daarna, vier spinnen, dan kan je daarna gewoon elke keer die beloning ophalen. Goeie constant dingen. Ja, wat een fuck. We hebben hier gewoon een heel obstakel. Maar is dit nou ook een pompoen? Dat is een boze pompoen, die mag je niet eten. Ik dacht deze kant op moest. Nee, laat maar. Zeg je nou, moeten we naar boven? Moeten we hier naar boven toe? Hoe kom je hier naar dat boven? Dat gaat niet echt. Er zijn denk ik echt de meest misselijkmakende beelden die je ooit van pretparkwereld hebt gezien, maar het hoort erbij. Ja, we hebben in ieder geval 5 spinnen gezien, dus we zijn overleden. Ja. Maar, dus Erwin. Hey. Erwin. Dan moet er wel weer een leven af, hè? Erwin. Van ons. Maar nee, Erwin. Wat? Er moet van ons alle vier een leven af, want we hebben 5 spinnen gezien. Nee, want dan zijn we binnen no time zijn we dan dood. Dat gaat niet, hè? Nou, oké. Okay. Voor deze keer, ik overleef het wel. Kom. Sorry, kom. Oké. Wat is dit voor een random lachje? Was dat die ontsnapping? Ja, zo werkt dat niet, Erwin. Erwin, nee. Deze kant op. We moeten die kant op. Wat zit jij nou weer te doen? Ik ben een skerk. Boah! Ja. Wat, ja. Oh nee, we moeten de code invullen. Nee. Ik weet de code niet. Staat erop. Oh, 2023. Ah, wacht, het is 9. Ja, maar iemand heeft het weer doorheen gedaan. Ja, maar nu kunnen we die code niet meer krijgen. Oh, hij is al open. Sorry, serieus. Nee. Ja, sorry, mensen zijn zo goedgelovig. Hoe we maar te zeggen dat er een code is, dus ze weten het niet meer. Ja, zo zijn Belgen toch? Ja. Oh, ja, toch gekomen? Nee. Ja. Ik denk Hoi. Dat we deze kant op moeten. Hoi. En hoeveel poentjes hebben jullie geteld? Hij weet het. Hij oh, hey. Ik kan maar eens zeggen dan. Nee, jij was het. Nick. Nee, ik ben alleen de cameraman. Ik ben verlegen voor naar hier te komen zeker. Er staat een camera op je gericht. Oei. Wat denk je? Wat is het antwoord? Plus 1. Plus 1. Ja, maar je zegt het voor je. Ja, nee. Dat anders zit het niet. Ik denk minimaal 1. 11 plus 1 oh. is 12. Ja, dat denk ik ook. Ah, maar juist. Was het een gokken? Ik krijg een snoepje. Echt geteld. Oké. Okay. Dankjewel. Yes, dankjewel. Nee, je hebt het nog goed. Ik ben gisteren bij geweest. Ik heb mijn bloed slaan. Maar ik wil niet even zeggen. Weer een Belg, hè? Die trapt er weer in. Ja. Hey, hallo, daar zijn we weer. We zijn nu bij een loods, maar welke loods? Dat is de loods van Terra Magma.
En wij gaan nu in Wrecked, het nieuwste spookhuis. Yes, dus laten we heel snel gaan. Hallo. Een mooie vogel heeft u. Is niet zo spraakzaam. Niet zo spraakzaam. Maar we komen net uit Korp. Nee, daar komen we niet. We komen uit Wrecked. Ja, ik ben heel slecht in namen. Maar wie zijn we nog niet mee begonnen? Jou ben ik al 2 keer mee begonnen. Laten we met de bellen gaan die wakker niet is overleden. Ben je overleden? Hij geeft jij het 5 spinnetjes. We gaan het nu horen naar de reclame. Nee, grapje. Laten we snel gaan. Ik geef het 5 spinnetjes. Ik ben dood. Hij is dood. Hij is dood. Hey. Oh, nee, laat maar. Je zit nou al de hele video Belgen te pesten, hè? Maar ik heb 1.5 jaar in België gewoond. Dan beledig je mij eigenlijk ook. Oké. Hoeveel spinnetjes geef jij het, Nick? 5 spinnetjes. Wat al vond je ervan? Ik vond het echt heel eng. En er komt een heel eng moment. En dat is een hele grote spoiler. Maar er komt kanon en ik ben er keihard voor verschoten. En jij volgens mij ook. Echt, ik heb 5 spinnetjes. Ik zou mezelf 6 spinnen willen geven als dat komt. Maar voor deze 5 spinnen. Dat is ook overleden. Dus weer in Belg overleden. Zo'n 1.5 jaar een pot van de schrik. Dan gaan we naar de Fransen toe. 2 spin. Ja. Frans is ook overleden. Dan heb je nog enigste hoop van deze hele goeie Hollander. Maar ik heb helaas... Hollander nog wel. Je bent een Brabander. Brabander. Geeft ook 5 spinnen. Dus dat betekent dat we echt... deze echte kaalslag hebben van levens. Want we hebben bedacht om dit keer, omdat we nog zoveel levens hadden, laten we maar verspreiden. Maar dat was niet zo'n slim idee. Dat is echt niet goed. Ik zou niet eens meer weten hoeveel levens we over hebben. Dat is daar staat de editor boven, voor. Ja, dat ja, staat daar boven. Heel mooi, maar... editor. Dankjewel dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Nou, die 2 zijn overleden en ze zitten nu ergens op Mystery Bay. Het is een mysterie waar ze zijn. Hopelijk komen ze straks voor de outro nog terug. Maar we gaan even onze mening geven over het Halloween. Want jullie willen natuurlijk wel weten wat de beste opties zijn dit jaar. Nou, laat ik even beginnen. Ik zat te denken voor 3,5 spin. Want de scarezones vind ik wel minder. Ik vind ze eigenlijk niet zo eng. Ik vind het in andere parken enger, want ik ben niet verschoten in de scarezones. Maar de spookhuizen vond ik echt heel erg goed. Alice in Horland vond ik vorig jaar al goed, dit jaar ook. Monastery en Corps zijn ook prima. Maar wat, ik denk dat ik zelfs naar 4 spinnen ga, want Wrecked was zo goed. Ik ben er zo hard van geschrokken. Plus hij heeft een actiefoto, moet je wel voor betalen. Maar vind ik altijd geweldig van een spookhuis. Ik vind het echt een heel mooi gedecoreerd spookhuis. En ik vind dat het echt... zo echt overtroffen heeft dat ik het 4 spinnen ga geven. Ja, nou, waar ik ook mee zit, wat jij niet hebt verteld, ik vind inderdaad dat Bobbejaanland het heel goed doet, maar ook qua prijs. Ik vind de prijzen hier in Bobbejaanland ook wat aannemelijker, want ja, het valt op zich nog wel mee. Toverland is daar natuurlijk nog goedkoper in, dat is natuurlijk ook wel handig. Maar als je kijkt naar Walibi, wat ze dit jaar hebben neergezet en wat de prijzen zijn, zijn natuurlijk eigenlijk dubbel zo hoog als wat wij hier in Bobbejaanland betalen. En ik vind het hier in Bobbejaanland, ongeacht, ja, ik vind het eigenlijk beter sowieso als Toverland en Walibi. Alleen helaas vind ik de scarezones hier in Bobbejaanland wel wat minder. Misschien kunnen ze daar nog wel wat werk aan verrichten. Maar uiteindelijk geef ik hem ook 3,5 spinnetje, net zoals Walibi Holland. Ja, ik vind het denk ik wel gelijk. Ik vind Walibi een hele leuke spookhuis hebben, maar eigenlijk veel te overprijs. En dit jaar ook vrij weinig scarezones hebben. Nou, dat vind ik hier in Bobbejaanland ook. Dus ik denk dat dat best wel een goede redenering is. Dus als we even de score bij elkaar optellen, dan krijgen we 4 plus 3,5 is 7,5 spin in totaal van de 10. Dan komt hij op een mooie derde plek voorlopig. Want Walibi staat helaas op zijn 4e plek, op 2 Toverland. En op nummer 1 staat momenteel nog steeds Movie Park. Maar daar kan misschien verandering in brengen. Ja, misschien komt daar wel verandering in. Maar we hebben wel eventjes de rest nodig. Want De outro gaat nu beginnen. We moeten nog even de outro opnemen. En ik zou het fijn vinden als we gewoon iedereen eens even terug uit de dood halen. Want die 2 die moeten weer terug naar Plopsaland. Anders kunnen wij niet naar Plopsaland. Vond je deze video leuk? Druk dan zeker op het duimpje omhoog. Dat vinden we altijd leuk. Yes, en vergeet zeker ook niet te abonneren.
Want er komen nog twee delen aan en nog natuurlijk heel veel andere leuke video's. Ja, zoals ik had gezegd, Plopsaland en Europa Park. En druk ook op het belletje, want dan mis je die zeker niet. Want ik vind het een hele leuke serie om op te nemen. En ik hoop dat jullie het ook een leuke serie vinden om te kijken. Ik vind het ook een hele leuke serie om te editen. Het kost best wel wat werk. Maar ja, het worden wel leuke resultaten uiteindelijk. Nou, dit was het weer voor deze keer. En dan gaan we eerst naar de Fransman die zegt doei. Doei. Dan zegt de Belg doei. Salut. Altijd leuk, hè, Belgen. En nu zijn wij in de buurt. Salut. Wat salut. Houdoe. Houdoe, even dan. Tjus. Au revoir. Tot in Plopsaland.